De stichting Gallery Sing heeft vandaag in samenwerking met de stichting Suriname Hindi Parishad een expositie voor kinderen georganiseerd. Met deze eendaagse expo wil de stichting de creativiteit van Surinaamse kinderen van 6 tot 12 jaar aan de buitenwereld laten zien. De kinderen hebben eerder diverse kunstwerken gemaakt. Vandaag hebben ze middels de expositie hun werken kunnen tonen aan geïnteresseerden. Harold Pramsoek, voorzitter van Suriname Hindi Parishad, is zeer onder de indruk van de kunstwerken die door deze kinderen zijn gemaakt. Hij is blij dat ondanks de technologische ontwikkelingen, waarbij kinderen liever met hun telefoon bezig zijn, er nog een groep is die haar creativiteit anders wil uiten. Hij hoopt dat deze kunstwerken een motivatie voor andere kinderen kunnen zijn. Wij van Hindi Parishad zijn heel blij. Wij hebben een samenwerking. Wij zijn niet het taleninstituut alleen. We hebben onze doelen verruimd. We doen ook aan cultuur en ook aan kunst. Het is onze tweede activiteit en ik ben heel blij om zoveel mooie dingen hier te zien. Ik hoop dat die kinderen doorblijven, dat ze niet hier stoppen. En dit moet een stimulans zijn voor andere kinderen die dat ze ook beginnen aan zulke activiteiten. John Pawiro Rejo, ex-directeur van het directoraat cultuur, zegt dat Suriname alleen tot ontwikkeling gebracht kan worden als er verantwoordelijken zijn die jongeren de weg willen wijzen. Hij is daarom blij met het werk dat Stichting Gallery Sing verzet. Daarnaast is hij ook ingenomen dat hij jonge kunstenaars is tegengekomen die veel ambitie hebben. Aan jullie wil ik zeggen, dat streven wat jullie hebben, dat moeten jullie vasthouden, jullie moeten doorgaan ermee. En ik ben blij dat jullie kunstenaars zijn, want weet je, knappe mensen zijn kunstenaars. En ik ga je zeggen waarom ik dat vind. Omdat je hebt kunsten en wetenschappen. De wetenschap kan zonder de kunst niet bestaan. Want jullie zijn mensen die creëren in je hoofd en het neerzetten op papier en met andere zaken. En die mensen zijn de mensen die de wereld vooruit brengen. En jullie zijn nu al een onderdeel van die mensen en jullie moeten doorzetten. En pa en ma en de buren en meneer Amjawan Singh en meneer Singh en meneer van de stichting, die moeten dit werk verder ondersteunen, want het zijn deze mensen die we moeten hebben en deze mensen die het land verder gaan brengen. Pawiro Rejo drukte de kinderen op het hart door te gaan met het schilderen. Stichting Gallery Sing heeft in de planning om in de toekomst een soortgelijke activiteit voor oudere doelgroepen te organiseren.